Hartelijk welkom bij deel 5 van onze serie Lightburn Update 1.1xx. Op dit moment draaien we, zoals je boven in het beeldscherm kunt zien, op 1.1.02. Dat is de huidige versie. Maar de laatste twee versies die gedownload zijn, zijn meer bugfixes dan wat anders. Dus bugs die eruit zijn gehaald. Weer even 3 nieuwe functies in deze video. De eerste is er een, daar moet je echt mee gaan spelen. Dat geldt voor mij net zo. Dat is het tekenen van een lijn. We hadden hier aan de linkerkant het potlood. En met het potlood, als ik alleen maar klik en dan nog een keer klik doe, trek ik rechte lijnen. En dat was eigenlijk de standaard. Wat nu als ik een rechte lijn trek, ik klik, maar houd nu die knop ingedrukt. Dus ik klik niet alleen, maar ik houd hem ingedrukt. En dan zie je dat ik in één keer die lijn, die kan ik in een bochtige lijn gaan maken. Komt die nog een keer? Zie je dat? Dit zal zeer zeker wat oefening vereisen om hier op een leuke manier iets mee te kunnen maken. Maar je ziet dat je, nou, het is nog niet vrij tekenen. Maar het is al wel op een hele andere manier tekenen als dat we gewend waren. Als ik niks indruk, dan maakt hij dus rechte lijnen. Als ik bij de klik die ik nu zet de muisknop ingedrukt houd, dan kan ik dus die lijn gaan verslepen. Ja? Dus dit is een vernieuwing in Lightburn. Het potloodje, het klikken met het potloodje, de muisknop ingedrukt houden en dan kun je van die rechte lijnen ook krommingen maken. Oké, dat was de eerste functie. Ik ga hem even weggooien, alles wat we hier hebben staan nu. Dat is natuurlijk even onzin. We gaan naar de tweede vernieuwing in deze versie van Lightburn. En dat is best een hele interessante. Ik ga even een foto erbij halen. Dus even kijken wat ik zal doen. Wat is dit? Ja, nou, hij staat in negatief. Het is een foto van familie. Als ik rechtsklik op een foto, dus ik selecteer de foto en ik ga rechtsklikken op de foto, dan hebben we de functie adjust, oftewel adjust image. Bijna onderin. Die functie kennen we, want die heb ik al meerdere keren laten zien hoe die in zijn werking gaat. Wat je namelijk ziet, is bij de afbeeldingen links en rechts, en dan kan je dus de settingen veranderen. Dus als ik Stucky verander naar Jarvis, dan zou in principe ook de foto aan de rechterkant moeten veranderen. Nou doet hij niet echt heel erg in dit geval. In elk geval, dat komt waarschijnlijk omdat hij in het negatief staat of dat hij al bewerkt is. Dat is op zich niet zo erg. Maar het gaat ook niet hierom. Kijk, in dit venster hebben we nog steeds al die functies die ik kan doen. Ik kan het negatief beeld, ik kan de dpi's aanpassen, ik kan het contrast en de brightness en de gamma veranderen. Maar wat nou als ik zeg maar eenzelfde soort foto steeds op dezelfde manier wens te wijzigen? Ja. Wat ik dan kan doen, dan kan ik wijzigingen aanbrengen. Net zolang totdat ik tevreden ben hier met die foto aan de rechterkant. En vervolgens kan ik hem hierboven bij presets gaan opslaan. Omdat ik weet dat ik bijvoorbeeld als ik een foto op een tegel wil laseren, dat ik eigenlijk altijd bepaalde settings gebruik. Nou, ik zou dus kunnen gaan zeggen hier, sla maar op. Sla het maar op als tegels. Laten we dat maar even doen. Tegels noem ik het maar even. Dan kan ik hieronder aanklikken wat ik dan wens op te slaan. Maar in principe, normaal gesproken, zul je het allemaal opslaan. Ik klik op Save. Voilà. En we zien nu dat er bij de presets een preset bij is gekomen. Dat is de preset tegels. En als ik het nu aanklik, zijn er ook wat meer basic tegels. Die bovenste, dit zijn de built-in. Built-in wil zeggen dat ze in deze software ingebouwd zijn. Basic, black paint on white. Even kijken wat er gebeurt als ik dat doe. Als ik even basic pak. Zien we dat die schuifbalkjes allemaal verstrepen. Zie je dat? Of als ik basic black and white. Dan zien we nu die foto in zijn niet negatieve vorm. En waarom? Omdat die foto negatief was. Dus hij wordt nu in het niet negatief gezet. Dus als je een foto hebt die niet negatief was en je wilt een witte tegel met zwarte verf beschilderen, dan moet je hem in het negatief laseren. In dit geval is dat dus niet zo, omdat die vanuit het negatief komt. Ja? Maar wat belangrijkste is, is tot in die presets hier, dus ook die presets zijn opgeslagen die ik hiervoor kies om op te slaan, zodat je niet steeds het wiel hoeft uit te vinden als je dingen verandert.
Nou, ik ga die preset weggooien, want die is natuurlijk verder niet interessant. Dit was de tweede wijziging in het systeem. Ik ga die foto weggooien. Oké, komen we aan de derde. Ja, ik weet niet of het echt interessant is, maar het zou interessant kunnen zijn. Laat ik eens even twee vormen tekenen. Een cirkeltje, of een cirkeltje, maar iets ronds en iets van een vierkant. Kijk, op het moment dat ik dit wil gaan laseren in lijnvorm, zoals die hier linksboven staat, en ik selecteer het, dan moet ik selecteren, is natuurlijk selecteren, dan moet ik niet iets tekenen, deze, en dan selecteren, dan kan ik hier in de preview zien hoe die lijn zich gaat verhouden. Dus ik ga even de verplaatsingen laten zien. En als we nu die verplaatsingen laten naspelen, dan zien we ook hoe die dus begint met laseren. Hij begint met laseren, daar zo, draait daarmee een rondje. Ja. In dit geval staat hij op 5 keer ronddraaien ingesteld. En als hij dan hier klaar is, gaat hij naar die cirkel toe. Maar je ziet dat hij dus een hele verplaatsing heeft vanaf hier naar daar. Nou, let op wat er aan de hand is. Wij kunnen namelijk de beginplek veranderen. Als ik dus eerst even dat rechthoekje hier selecteer. En ik pak dan de op 1 na onderstaande linkerkant, dus dat is boven die radius, dat is deze hier. Dan zien we dat hier een pijltje staat. Dus hij begint nu rechtsonder en lasert dan naar links. Dus hij gaat linksom draaien. Wat nu als ik liever, want we hebben straks gezien dat hij straks hier zo'n beetje gaat eindigen. Dat is ook een beetje raar, want hij is hier begonnen, dus hij moet eigenlijk ook hier eindigen. Maar goed, en dan moet hij dit hele afstandje afleggen. Nou, je kan hem dus ook hier laten beginnen. Dus ik klik daarop. En dan ga ik hetzelfde doen met die cirkel, want die cirkel wil ik dan ook hier in deze regio ergens laten beginnen. Dus ik doe weer die selectietool. Ik pak nu de cirkel, moet ik wel even helemaal hebben natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk lastig, moet ik vanaf de andere kant doen. En pak dezelfde knop, dan zien we dat ik hem, hij komt dus hier vandaan, hij gaat dus rechts omdraaien, dan kan ik hem beter hier laten beginnen. Nou, let op, als ik nu dus de zaken weer selecteer, en ik ga je dan de preview laten zien. Dan zullen we zien dat hij op een andere manier te werk gaat. Dus hij begint nu rechtsboven, of linksboven zoals je ziet. Draait een paar keer rond. En gaat vervolgens die cirkel middenonder beginnen. Zie je dat? Dus jij hebt invloed in hoe de manier van laseren plaatsvindt. Nog een hele kleine truc daarbij. Alleen dat is dan wel een waar je mee moet gaan spelen, want ik vind hem nog wel redelijk lastig. Ik zal hem even uitvergroten. Het was deze knop, weet je nog? De een naar onderste. Als ik op dat blauwe pijltje ga staan en ik doe shift, dan moet ik even goed opletten. Ja. Of was het control? Een van de twee. Dan gaat hij daar naartoe, maar dan kan ik hem ook nog omdraaien, zeg maar. Dan moet ik alleen even kijken hoe dat ook alweer ging. Shift of control of zo. Kijk, met shift ingedrukt draai ik de pijl om. Maar gaat hij dus niet met de klok meelezen, maar tegen de klok inlezen. Ik moet er wel bij zeggen, dit is een vrij lastige functie. Want je zult zien dat de ene keer werkt hij op control en de andere keer werkt hij op shift. En dus met andere woorden, het is niet altijd even duidelijk welke knop je hiervoor moet gebruiken. Nu gebruik ik bijvoorbeeld de alt knop. En dan zie je dat ik hem weer om kan draaien. Zie je dat? Dus, jij hebt dus invloed op de manier hoe de afbeeldingen gelezen worden, of hoe de figuren gelezen worden, en met name waar die dan begint en waar die eindigt. En dat was de derde vernieuwing die ik vandaag wilde laten zien in het programma Lightburn. We hebben nog één deel over, dat is deel 6. Die gaat niet morgen uitkomen. Morgen ben ik niet beschikbaar. Misschien wordt dat zondag, daar moet ik even naar kijken. Ik hoop dat je in elk geval van deel 5 weer genoten hebt, dat je weer wat geleerd hebt. Hele fijne avond gewenst. En alvast een heel fijn weekend. Tot de volgende keer. Dag.